De wet van Klets. En wat kun je als voorzitter eraan doen? Je hebt vast al eens gehoord van de wet van Klets. Pieter Tops was de eerste die ze opschreef. Veel raadsleden herkennen het bij anderen, maar zelden bij zichzelf. Je herkent het vast wel. Normaal gesproken duurt de vergadering van 7:30 tot 10:30. En dat is ook de tijd die de deelnemers ervoor hebben uitgetrokken. Maar deze keer zijn er eigenlijk maar onderwerpen voor een uur te vergaderen. Toch gaan de raadsleden het rekken tot 10:30. Je kunt als voorzitter proberen in te grijpen en te sturen, maar alle raadsleden gaan er eens lekker voor zitten en nemen de tijd tot 10:30. Zeker de raadsleden die dit als een hobby zien, vinden dat helemaal niet erg. Ga misschien na 10:30 nog aan de borrel en doen dan de vergadering nog eens dunnetjes over. Het tweede onderdeel is, je zit in de vergadering, het is een relatief onbelangrijk onderwerp, maar de eerste deelnemer wil er graag het woord over voeren. De tweede gaat ook het woord erover voeren en ook de derde wil graag er nog wat over zeggen. Alle deelnemers willen er nu iets over zeggen. Ze vinden het belangrijker dat ze iets zeggen dan wat ze inhoudelijk zeggen. Maar daarmee loopt de vergadering enorm uit. En wat kun jij er dan doen? Op de eerste plaats benoem die wet van Klets en geef aan dat je tijd beperkt is. Op de tweede plek geef aan dat als er geen nieuwe argumenten komen, je dit agendapunt gaat afronden. En ten derde, vat regelmatig samen, zodat voor iedereen duidelijk is waar het over gaat. Op deze manier hoeft jouw vergadering nooit uit te lopen.